Ja, goeiedag. We staan hier bij onze maiskuil die wij voeren aan onze melkkoeien op de kaasboerderij De Poldersom. Wij voeren niet een heel groot aandeel mais, 3 à 4 kilogram droogstof per koe per dag. Alleen wat we voeren, dat moet dan ook goed zijn. Zoals je ziet hebben we de kuil in het voorjaar vlak getrokken. En daarover hebben we gras ingekuild en daar voeren wij de hele zomer de koeien van. Evert Korenberg van Bentum kwam bij ons met een nieuw inkuilmiddel. En dat hij garandeerde erbij dat als je hem 3 weken dicht zou leggen en dan pas openmaken, dat hij absoluut niet warm zou worden. En dat er geen schimmel in de kuil komt. Nou, dat klonk ons wel als muziek in de oren, omdat we toch andere jaren, ondanks onze inspanningen, met folie onder het plastic en de kuil gelijk dichtgooien, toch altijd bovenin een vieze laag kregen. En door de kuil heen blauwe ballen. Nou, blauwe ballen en kaas is gewoon niet een goede combinatie. Daarnaast bestaat de kans op bodemzuurvorming, wat ook gewoon voor de kaas niet goed is. Daar krijg je wel hele dikke kazen van, maar ja, daar komen de mensen ook niet meer terug. Dus wij gaan voor kwaliteit. Nou, zodoende hebben we dit geprobeerd, ook in samenwerking met onze longwerker dan. En wat zou ik ervan zeggen? Ik heb geen schimmel gezien.